Welkom, dit is het COVID-19-journaal, een programma waarin de situatie in Suriname verder wordt gepolst. We beginnen deze uitzending met een ernstige waarschuwing van de politie aan degenen die het niet zo nauw nemen met de COVID-19-regels op het stuk van veiligheid, samenscholing en overtreding van de lockdown. De lockdown-overtreders volgens artikel 11 van onze politiehandvest gaan we deze mensen moeten overbrengen naar een plaats van bewaring, waar u dan de hele avond gaat doorbrengen tot 5 uur in de ochtend. Ja, we zouden dit niet doen, maar het blijkt dat de gemeenschap zich niet houdt aan de regels zoals gepresenteerd door de president. Jammer, maar dat zijn de regels, Sranamang. Unawantra Fasi, we hebben u de gelegenheid gegeven, Ugea, occasie voor Rokonai Srevi, lekva vice-president Betaki. De man geeft nu een gelegenheid voor Rokonai Srevi, zodat het aantal COVID-gevallen nog stijgt morgen. Maar wat we zien, zou je juist alle dagen weer, hij stijgt nog maar naar 80, naar 100 van die. En dat willen we niet. U wil het ook niet. Het zijn mensen die zich vasthouden aan de regels. Er zijn anderen die zeggen, ach, scooters en miga of zo. Dus ik kan op straat gaan. Maar, die netie, asana topsa, akaba, stop. We gaan nu, we zijn nu, we gaan nu, onder scooterbegeleiding, naar wat principe, wat potjes doen. Heer netie, dan gaan 5 uur om manting. Onder bewaking voor scope. Ja? Sami kan tegen toe. Zoals bekend, de wet is er is uitgekomen en een presidentieel besluit, dat moet meekie, dat komt ook toe uit. Maar hoor je want to boete voor? Leks van president Betakasani, Teda Dorosie en Inovera mond- en neusbedekking. En school to take you. Dat je 550 SRD moet doen. De man zei gastrati in groepjes van meer dan 5, de kan een samenscholingsverbod. Boetu dat betu 500 kolu. Ja? Als je tijdens lockdown, if toch je gastrati, dat naar 350 boetu. Mensen, ik zou dat niet doen. Houd je zich aan de regels. Ook heb je de man zei hoor Osofis, de ne arki, de ne wan arka regel. Je hoor wan Osofis, na moro dan fysis ma, 2000 SRD. 2000 SRD mensen. De man zei rijden busje en de vervoersma, ze hebben geen vergunning. Ze overtreden de COVID regels. 1500 vol. Ja? En zo heb je dan andere boetes, maar ik heb je de meest belangrijke dus voorgehouden. De moren belangrijk kwam. De politie doet een beroep op je. Houdt u zich aan de regels, ja? Mond en neus kap je niet meer dan 5 personen bij elkaar. Lockdown, daarna also blijf rustig thuis tot de volgende ochtend om 5 uur. Maar ik leg de nadruk erop. En gaan de dinet die uitjuren, schoot toe en begin te op tegen smaakse en overtreden lockdown. We charig we naar een presie, we noemen het een plaats van bewaring. Pij je dan heer net aan schoot toe dat is. Dan gaan 5 uur om maanden. En houd u rekening met één ding. If me take you naar geërsvleid en me charig we naar plaats van bewaring. Maanden me no, charig we dat is bakar. Yo go srefi. Daarom zeg ik u. Houdt u zich aan de regels. Wie niet horen wil, moet voelen. Maar toch lijkt het mij het beste dat iedereen zich houdt aan de COVID-19-regels door niet zelf besmet te raken en anderen niet in gevaar te brengen. Vandaag ook extra aandacht voor de zorgverleners in de oranje zone. Dat is de vakterm voor de COVID-19-afdelingen en ruimten die nu in de verschillende ziekenhuizen worden ingericht.
U krijgt een inkijk in de twee ziekenhuizen die vanaf deze week patiënten met milde klachten opvangen in speciale voor COVID-19 opgezette afdelingen. Het gaat in deze om het Sint Vincentius ziekenhuis en het regionaal ziekenhuis Wanica. Nou, helaas zitten we vandaag vol. Het Wanica ziekenhuis kon maximaal 130 patiënten opnemen. En dan heb ik het over de verpleegafdelingen en 8 patiënten op de intensive care. We zitten vandaag op 128 patiënten op de verpleegafdelingen en 5 patiënten op de intensive care. Dus we zijn al bezig nu. U ziet ook onze isolatietent, COVID-isolatietent, waar we dus patiënten opnemen. Met milde klachten, dus COVID-positieve met milde klachten. We zitten vandaag op 34 patiënten in de tent momenteel. Maar natuurlijk, het wordt steeds aangevoerd. En we kunnen maximaal dat tot 98 patiënten. Omdat het ziekenhuis dus nu in feite al onze maximale capaciteit hebben bereikt. Gaan we dus snel zelfs proberen om, ook, u ziet ook een tweede tent. Om dat ook op te zetten om onze patiëntenbestand uit te breiden. De toename van het aantal positief geteste personen de voorbije weken vraagt om een effectieve oplossing. En die vinden we in het Veldhospitaal in Wanica en de COVID-19-ruimte in het Sint Vincentius ziekenhuis. Maar dat is niet alles. U bent ook deel van de oplossing. De druk op de zorgverleners kan de komende tijd alleen maar worden verlicht als u zich stipt aan de regels houdt. Want de mensen die de afgelopen maanden met de behandeling van de COVID-19-patiënten worden belast, hebben het heel zwaar. Ik heb 5 verpleegkundigen onder mij. En ja, we maken hele lange uren, hele lange dagen, met heel weinig vrije dagen ertussen. Alleen omdat we nog niet genoeg personeel hebben. Snapt u? Hoi, laten ze thuis blijven. Laten ze echt thuis blijven, ze hulp voor ons. Is echt een hulp voor ons. Mijn dochter is uit huis geplaatst, alleen omdat ik met COVID-patiënten werk. Ik heb alleen maar telefonisch contact met haar. Ik zie haar niet eens. Weet u hoe lang ik mijn dochter niet heb gezien? Niet om te spreken. Ze is bij mijn zus thuis. Ik kan haar niet thuis houden, alleen omdat ik hier ben. En om die lange uren dat ik hier maak. Het is niet anders. COVID-19 trekt een zware wissel op het leven van alle dag. Dus waar nodig kunnen wij een steuntje in de rug goed gebruiken. Het bedrijfsleven neemt ook zijn verantwoordelijkheid. Ik ben hier namens minister van Volksgezondheid. Een donatie en ontvangst komen nemen van NV Dam. Het gaat om 25 stuks dozen handzeep. En samen met 200 stuks mond-neusmaskers.
De mondneusmaskers zullen gaan naar het ministerie van Volksgezondheid, waar ze ook gebruikt kunnen worden. En het 25.000 dozen handzeep zullen gaan naar het ziekenhuizen, waar ze ook heel goed gebruikt kunnen worden. Het is een heel goede geste, gezien de financiële situatie in het land. We stellen het zeer op prijs. Vandaag hebben wij 25 kartonnen antibacterial handzeep geschonken aan het ministerie van Volksgezondheid. Dit ter ondersteuning, want we zitten nu in een moeilijke tijd. Iedereen heeft het moeilijk. We weten ook dat de ministerie het moeilijk heeft om de COVID-19 te bestrijden. Waar wij kunnen, helpen wij. Het is niet de eerste keer dat we zo'n gest hebben gedaan, maar men kan altijd rekenen op onze ondersteuning. En gezien het toenemend aantal besmettingen in Suriname hebben PAHO en WHO gemeend 130.000 US dollar aan ziekenhuisapparatuur, medicijnen en persoonlijke beschermingsmiddelen te overhandigen aan het ministerie van Volksgezondheid. Dit in samenwerking met de in de VS gevestigde NGO Direct Relief. Het bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname, BGVS, zal het ministerie ondersteunen bij het effectief beheren en distribueren van deze en toekomstige voorzieningen aan alle zorginstellingen in Suriname. In overeenstemming met de nationale COVID-19 behoeftenlijst. Voordat ik u vandaag laat gaan, vraag ik u om de volgende boodschap ter harte te nemen. En ook ik herinner u eraan, hou 1,5 meter afstand AUB. Was regelmatig uw handen met stromend water en zeep of gebruik een handdesinfecterend middel. En vergeet uw mond- en neusbedekking niet, zeker in het openbaar. Voor meer nieuws, bezoek de website, de officiële website, covid-19.sr. Let goed op uzelf.